Welkom, mijn naam is Jordi, dit is Tim. We hebben vandaag een nieuwe workout of the day voor jullie. Vandaag ligt de focus echt op de rugspieren, dus we hebben zo dadelijk ook 4 oefeningen waarbij we echt de rug wat meer gaan trainen. 30 oefeningen is wel heel veel hè. 30 herhalingen per oefening. En dan doen wij 1 ronde nu met jullie mee. Thuis kunnen jullie nog 2 rondes doen. Dus het zijn niet 4 of 5 rondes wat we normaal hebben, het zijn eigenlijk maar 3 rondes, maar wel iets meer herhalingen. Dus het is evengoed ook wel een pittige. De oefeningen. Oefening 1. Ben je er klaar voor? Je gaat op je buik liggen. En vanuit hier ga je een back extensie maken met de duimen indraaien. Als je de vorige workout of the day hebt gezien, dan zag je ook dat deze naar voren kwam. Super. Voor een oefening mag je 2 flesjes water pakken, melk, iets van gewicht vastpakken. Gaan we een rear delta fly doen. Dus vanuit hier breng je hem. Zo ja, met een rechte rug breng je ze echt zijwaarts. Waarbij je echt ziet dat de schouderbladen even naar elkaar toe knijpen. Super. Ga naar de volgende. Fles water hebben we even niet nodig. Mag je naar een plankpositie. In plaats van hoe je normaal bent gewend om te planken, mag je nu een kwartslagje draaien. Op deze manier. Waarom? Dat we namelijk een side plank kunnen. Dus vanuit hier draai je open. En weer terug naar de andere kant. Je mag om en om tellen. Dus dit is dan herhaling 2. Dit wordt 3. Dus echt om en om. Super. De laatste oefening is best een pittige, een deadlift. Pak je weer iets van gewicht. Kan ook misschien een leeg kratje bier zijn. Weet zwaarder maken een vol kratje bier. Maar ik denk dat ze thuis gewoon lekker leeg zijn. Zak houtskool. Oh ja, een zak aardappelen. Dat kan ook allemaal, houtskool. Op deze manier. Super. Dat zijn de 4 oefeningen die we gaan doen. Ja, we gaan nu 1 ronde doen. 30 herhalingen per oefening. Beginnen met de back extensie. In 3, 2, 1. Mogen we beginnen. Zoals je ziet blijven de benen en de heupen gewoon volledig op de grond. Je ziet dat hij maar een klein beetje omhoog komt. Ga je te veel omhoog komen, probeer maar eens. Merk je dat die rug gewoon veel te hoog gaat, dat is niet prettig voor je rug. Dat voelt ook niet fijn, hè? Dat is echt niet fijn. Kleine beweging waarbij je wel echt de duimen richting het plafond draait en even je schouderbladen naar elkaar toe knijpt, zodat je ook je bovenrug daar even een prikkel aan geeft. Verder zie je dat het lichaam 1 rechte lijn blijft. Hoofd blijft gelijk met de romp. Dus je gaat niet te veel omhoog kijken. Dat zie ik ook wel eens vaker gebeuren, maar dit is eigenlijk perfect. Hoe voelt dit? Goed. Mooi. Je voelt het goed. Voel je wel, hè? Ja. 30 herhalingen is meteen best wel pittig, hoor. Uitblazen omhoog, inademen als je omlaag gaat. Mocht je nou echt last krijgen, voel het niet fijn, pak gewoon even rust tussendoor. Het gaat goed. Met erbij na, denk ik, hè? Yes. Kijk, super. Pak je meteen door, flesjes water, inderdaad een beetje losschudderen mag altijd. Lichte buiging in de knieën met een rechte rug, borsten voor de schouders naar achter. Ga je op deze manier staan, over 45 graden. Perfect. Want je ziet dus dat de flesjes water echt opzij omhoog gaan. Dus niet helemaal naar achter, maar gewoon horizontaal opzij. Dat is perfect. En je ziet dat de schouderbladen weer naar elkaar toe komen, dat daar even de retractie, oftewel de samenknijping zit. Dat is perfect. Dat voel je denk ik ook wel, hè? Ja. Dit hoeft ook niet met al te veel gewicht, want het is best een pittige oefening. Weet zwaarder maken, pak dan gewoon iets meer gewicht. Weet lichter maken, pak je iets minder gewicht. Dus je ziet, blijft er een lichte buiging in de elleboog. Dus elleboog is niet helemaal overstrekt, maar licht gebogen. En die buiging die blijft ook constant in de beweging erin zitten. Dus ga niet op, let erop dat je hem niet helemaal van je afstrekt. Dan zou er ook nog ongeveer zijn, denk ik. Nog eentje. Kijk, dat is goede timing, hè. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Komt er al die filmpjes. Dit is wel een pittige. Planken, lichaam is aan 1 rechte lijn. En je draait helemaal open. Dus probeer ook echt mee te kijken. Opzij, dus niet helemaal naar je hand. Dit is perfect. Goed zo. En je draait even zo ver open als dat je kunt. Niet te ver, want dan klap je natuurlijk door. Als je kijkt naar de voeten van Tim, dan zie je ook dat ze echt meedraaien op de grond. Anders heb je natuurlijk weinig steunvlak en dan val je ook sneller om. Dit is wel een pittige, denk ik, hè? Ja. Je ziet de ellebogen zijn elke keer recht onder de schouders. Dat is perfect. En wat heel belangrijk is, je lichaam blijft 1 rechte lijn. Dus niet zo dat die heupen omlaag zakken of juist te veel omhoog. Maar ze blijft constant 1 rechte lijn. Dus dat doe je goed, Tim. Mag je wel dankje zeggen, hoor. Dankjewel. Wat een complimentje. Nee, het gaat goed zo. Dus je merkt, dit is meteen echt wel een pittig om 30 herhalingen te doen, hoor. Daarom dat we ook maar 3 rondes hebben in plaats van 4 rondes. Natuurlijk, als je fanatiek bent, natuurlijk lekker een ronde achteraan, dat mag. Daar houden wij alleen maar van. Begin je het te voelen, Tim? Yes. Ademhaling omhoog. Ja. Waar voel je deze? Buik, schouders. Buik, schouders. Ook ergens in je rug, valt dat mee? Valt mee. Valt mee. Dus je merkt dat deze... Klein beetje op bovenkant schouder. Klein beetje bovenkant schouder door natuurlijk open draaien. Maar je merkt dat je hier ook echt je core goed mee traint. En dan ben ik de taal kwijt. Zullen we nog een paar 27. 28.
Of zo zeggen dat hij er nog 10 moet doen? Laatste. Super. Kan thuis ook gebeuren natuurlijk, probeer het ongeveer in te schatten als je het echt niet meer weet. Hey, ik wist dat ik nog bij 25 was. Ja, dat zeggen ze allemaal. De deadlift. We gaan gewoon van onder naar boven kijken. Je ziet dat de voeten op heupbreedte zijn, tenen wijzen naar voren. Belangrijk dat de knieën niet overstrekt zijn, maar ze blijven licht gebogen zoals je ziet. Wat je ziet is als die omlaag gaat, met de borst voor de schouders achter, met de rechterrug gaat hij omlaag. Dan zie je dat zijn knie iets meer buigen. Waarom is dat? Als je dat niet doet, de meeste mensen hebben gewoon net iets te korte hamstrings, dat voelt ook gewoon niet fijn. Dus daarom moet je gewoon een lichte buiging in de knieën. Dit is perfect. Verder zie je echt dat de flesjes water in één rechte lijn omhoog en omlaag gaan. Dus we gaan niet vanuit hier daar naartoe. Zeker met als je echt een zware rug hebt, is het echt niet fijn voor je rug. Maar echt vanuit hier recht omlaag, recht omhoog. Wat is verder heel belangrijk, bovenin zie je dat hij de beweging echt afmaakt. Dus hij spant zijn buikspier aan. Het is niet dat hij te hol gaat. Laat maar zien, dat is misschien makkelijk. Dat doen we niet. Je moet bovenin ook echt de billen en de buikspieren aanspannen. En dan blijf je gewoon rechtop. Nog meer belangrijk dat je bovenin ook echt goed de borst naar voren en de schouders naar achter hebt. Zodat je gewoon uiteindelijk helemaal kaarsrecht in de lijn staat. Dus je gaat kijken naar zijn hoofd. Hij blijft niet naar voren kijken. Maar zodra hij omlaag gaat, kijkt hij ook schuin omlaag. Dus zijn hoofd beweegt echt eigenlijk perfect mee met zijn romp. Hoe voelt dit? 29. Kijk eens. 30 graden. Voelt goed. Ja, toch? Ja. Lekker oefening even voor de rug. Natuurlijk een hele belangrijke spiergroep. Die misschien soms wel vaak wat moeilijker is met lichaamsvereniging, omdat je dat heel vaak met materialen doet. Zoals je ook hier ziet, gebruiken we daarom ook hier en daar een flesje water. Ik wens jullie thuis heel veel succes. Jullie mogen nog 2 rondes doen. Tot de volgende keer. Succes. We'll be right back.